Ik ga het heel veel doen. YouTube, ook mijn nieuwe aflevering van 3 gasten. Mijn naam is Joost. En ik ben nog steeds Martijn. En Joost, wat gaan wij doen vandaag? Wij gaan vandaag gratis parkeren. Cool. Waar gaan we parkeren? In het centrum van Amsterdam betaal je onwijs veel geld voor de Q-parkings. Maar ja, daar kan je wel gratis parkeren, want volgens mij zijn er geen nummerbord scannen. We zijn op zoek naar een parkeergarage die je kenteken niet scant. Ja. Toch? En ik denk dat die van Leidse dat niet doet. Dus laten we daarheen. Ik kan hier me herinneren dat ik hier een kaartje heb liggen. Hier staat ons kenteken op. Ik ga nu gewoon dat kaartje eruit pakken. En dan voordat ik naar binnen rijd, kijk eerst even of ons kenteken erop staat of niet. Geen kenteken, dus deze is goed. Nou, kies maar een gezellig plekje uit, want hier staat hij nog wel even. 70 euro voor een dag. 70 euro. En wij staan hier 3 dagen. Ja. Dus dat is 210 euro als het niet lukt. Niet lukt. Goedemorgen Martijn. Het is alweer 3 dagen geleden dat wij die auto erin hebben gezet. Het is 4 dagen geleden. Dan moet je nagaan. Het is alweer 4 dagen geleden. Maar ik heb even gekeken. We hebben een probleem. Ja. De parkeerplaats is helemaal leeg en er zit nu een beveiliger bij. Nou ja, er zit niet zomaar een beveiliger bij. Er zit een beveiliger die mij in ieder geval van moment 1 al aankeek van wat kom jij doen? Maar Martijn is ook een beetje achterdochtig, maar ik had hetzelfde gevoel. Want wat het idee nou was, wij wilden nu aan de voorkant mensen gaan aanspreken van zou je misschien heel veel erin kunnen rijden om een kaartje te pakken en dan weer uit kunnen rijden, dan kan ik met mijn auto weg, want ik heb mijn kaartje verloren en er is niemand. En dan zouden we met het nieuwe kaartje de auto voor 3 euro er weer uit kunnen rijden. Het is gewoon nu heel belangrijk dat we nu geen 350 euro moeten betalen. Nee, dat is gewoon moeilijk veel. Wat nou als we gewoon met een eigen auto, dus van een vriend van ons, dit zelf doen. Laat een auto regelen. Dit is de voicemail van Ik ga lekker. Kunnen we niet gewoon een taxi? Ja, tuurlijk. Even erin, even eruit. Even eruit. Ik heb mijn auto geparkeerd in de Q-parking daar. Ja. Maar ik wil jou 20 euro geven om mij daarheen te rijden. En dan, jij zit gewoon bij jou in de auto, dan rij jij zeg maar naar die slagboom, pak je het kaartje, maar dan rij je niet naar binnen. 20 euro. Dat ik die kaartje naar jou geef. Ja man. Ja. Maar mijn kenteken staat erop, hè. Je gaat er niet uit kunnen. Ga je niet uitkomen? Je gaat er niet uit kunnen, weet je waarom? Hij scant die kenteken van jullie dan. Ben je het zeker? Ja, dan gaat hij mislukken. Dan ga je er niet doorheen komen. Dat denk je 100% zeker? Is het echt zo? Dus, jij zegt hij scant de kenteken wel. Ja, hij scant de kenteken. Maar er staat geen kenteken op het kaartje. Nee, bij die niet. Bij die niet. Bij anderen wel. Ik kan het proberen. Ja? Dat hebben we nou gecheckt. Wil jij het proberen voor ons? Topper. Ai, topper. Ik hoop wel dat het lukt, man. Mijn auto staat daar 4 dagen. Ik denk dat het niet scant, man. Ik was er aan het begin ook bang voor, maar dat nummer. Nee, het staat niet op het kaartje. Ja, hier zo. En dan gaan achteruit wat weg. Nee, dat staat er niet op. Nee, hè? Dat staat er niet op. Ik kan het proberen. Oké, nou. Dit is het kaartje. Maar deze beste taxichauffeur zei dat hij kenteken er ingescand of zo is, of, maar ja, het staat er niet op. Dacht, ja. Dat gaat nu zien, denk ik. Ja, ik vind het wel spannend. Het gewoon kut vinden als wij gewoon zo meteen 240 euro moeten verklappen voor dit kut item. Ja, het zou echt zonde zijn. Waar gaat hij? Parkeerkaart invoeren. We hebben een probleem. Ja, ik kan hem gewoon een keer voor de camera laten zien, maar er staat, ga naar de kassa. Oftewel, je kan niet betalen in zo'n contante of in zo'n pinautomaat ding. Het enige wat we nog kunnen doen, is achter iemand aanrijden. 240 euro voor een beetje parkeren hier voor niks. Ik rij gewoon achter iemand aan. Boeien, kom maar. Maar die zitten wel in een pakketje hoor. Want nu moeten we gewoon wachten tot een auto voorbij rijdt. Dan rijden we achter het treintje aan en dan hopen dat het werkt. Hier gaan we achteraan. Go! Ja, uitgang. We're with you, man. Ja. Mooi. Oké, chill. We zijn er in ieder geval uit. Ja, gelukt. We hebben gratis geparkeerd. Daar gaat het om. Maar ik baal er wel gewoon oprecht echt van dat het niet gelukt is zoals we hadden bedacht. Vind je nou vet video? Doe een duimpje omhoog. Zeg wat in de comments of je dit vindt kunnen of niet. Goed. Ik zelf twijfel een beetje. Wat vind jij, Martijn? Of dit kan? Ja? Het kan.
Ja, het kan. Ja, je hebt gelijk, het kan. We zien je volgende week gewoon weer met een nieuwe item. Wil jij nog doei zeggen tegen de kijkers? Nee. Oké. Okay.